Wij hadden een ideale wereld voor ogen, maar die toch wel relaties had met wat er in werkelijkheid gebeurde. Daar moet ik er toch altijd wel bij zeggen. Maar ons ideaal beeld was een wereld van vrije mensen die zelf bepalen hoe ze hun leven inrichten, aan de ene kant. En een belangrijk onderdeel, of een essentieel onderdeel daarvan, was dat ze ook vrij besliste, of vrij konden beslissen hoe ze de ganse maatschappij organiseren. Niet alleen hun privéleven, maar de ganse maatschappij. Dat wil zeggen, dus ook het aspect werk. Ook het aspect, beter gezegd, produceren. Dus wij hadden het idee van een wereld van vrije mensen die samen vrij bepalen wat ze produceren. Dus produceren voor de behoeften, voor wie ze produceren, op welke manier ze produceren en waarin ze produceren. Iedereen volgens mogelijkheden en volgens behoeften. Dat was het ideale beeld dat wij hadden. En ja, wij niet alleen, dat moet ik ook wel zeggen. Niet alleen de feministische of de radicaal-feministische beweging, want dat gaat niet over de ganse feministische beweging, moet ik erbij zeggen. Het zijn de radicale feministen die er zo over denken. En dan eigenlijk nog vooral de radicale socialistisch gerichte feministen. Maar je had nog een hele hoop uiterst linkse organisaties die daar ook zo over dachten. En al die organisaties, die feministen in kluis, inspireerden zich op Marx, op het marxisme. En ja, dat was voor ons de maakbare samenleving. Dus mensen die zelf in hun privéleven en in het publieke leven de zaak in handen nemen. En waarbij die scheiding tussen privé en publiek opgeheven wordt natuurlijk. Hè. Dat is nu een heel handige manier om aan de ene kant de dubbele dagtaak op de vrouwen af te schuiven en het werk zo te organiseren dat er winst uitgemaakt wordt. Dus het wordt een maatschappij waar geen winst gemaakt wordt, maar een maatschappij waar je produceert voor de behoeften van de mensen, waar je zelf bepaalt hoe wat die behoeften zijn, hoe je gaat produceren, waarin een pak meer vrije tijd komt natuurlijk. Voilà, dat is eigenlijk het beeld dat wij hadden van de samenleving, de maatschappij, hoe wij ze zouden willen gemaakt hebben. En wij dachten ook dat dat binnen ons bereik lag. Vandaar dat er, ja, dat we al die theorieën hadden ook van dat collectief wonen, dat er experimenten waren van collectief wonen. In de idee van, ja, we gaan er wel kunnen komen binnen ons eigen leven. Dat is moeilijk te begrijpen nu. Maar toen waren er genoeg aanwijzingen dat zoveel mensen iets anders wilden en daar ook mee bezig waren en zich verzetten tegen het systeem zoals het was, dat wij dachten, we gaan er komen, ja.